Dan gaan we over naar de conceptreactie, agenda punt 2, conceptreactie op de petitie fietsverkeer Spuistraat. Het is goede gewoonte dat alle petities die bij de raad binnenkomen, ook in de voordat de reacties uitgaan namens het stadsdeel, eerst besproken worden in de commissie. Aan u wordt dan ook gevraagd of u kunt instemmen met deze reactie. Aan wie mag ik het woord geven? Mevrouw Verheijen, GroenLinks. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil even zeggen dat ik blij ben dat de heer Rustema de moeite heeft genomen om deze petitie in te dienen, samen met de andere indieners, en dat hij ons deze manier scherp houdt. En ik ben ook blij met de beantwoording van het DB, dus blijkbaar was het ook nodig om eens goed nog naar die straat te kijken. En het DB heeft het al goed opgepakt, doordat in september, geloof ik, of al eerder in 2011, de bebording aan te passen. Dus ja, we zijn akkoord met de beantwoording. Dank u wel. Meneer Holsema. Ja, met één kanttekening. Ik kan me nog herinneren dat toen de Spuistraat werd ingericht, dat er ook onder andere een discussie was van moeten we nu uitgaan van de realiteit van hoe er gefietst wordt in Amsterdam. Er waren een aantal partijen, ik geloof onder onze partij en ook GroenLinks toen, die zeiden ja, maak daar toch een twee richtingen fietspad, want mensen gaan nu helemaal twee kanten op in de stad, in een straat. Nou, de realiteit is dat dus, dat hebben we niet gedaan en dat het blijkt dat het inderdaad gebeurt. Hoewel ik toe moet geven dat, gezien de angsten die toen bestonden, dat het vreselijk meevalt. En dat mensen dat niet doen over de hele lengte van de Spuistraat, maar misschien omdat de Kruisenstraat die altijd op elkaar aansluiten, dat er stukjes gedaan worden. En dat dat ook niet een heel drastisch probleem is. Het lijkt me dat het huidige voorstel, om dat toch een beetje aan te scherpen, voldoende is. En anders moeten we in heel Amsterdam bordjes op gaan hangen waar iedereen tegen de verkeerde richting in gaat. Want dat is de hele binnenstad zo'n beetje. Dus we stemmen in. Dank u wel, meneer Leheze. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat mijn partij in de vorige periode tegenstander was van die van tweerichtingsverkeer voor fietsers in de Spuistraat. En als we nu de verhalen horen, denk ik dat we op onze schreden moeten terugkeren op die visie. En met u eens moeten zijn dat het inderdaad beter is om aan één kant het parkeren op te heffen, want dat zal de consequentie zijn. En ik begrijp dat de VVD daar nu geen enkel probleem mee heeft. En mogelijk te maken dat er dus twee richtingen uitgefietst kan worden daar. Nou, dat lijkt me iets om eens een keer TZT te bespreken hier in deze commissie. Dat zou een mooie eindoplossing kunnen zijn voor dat probleem. Ondertussen vind ik dat we niet de illusie moeten wekken dat wij als stadsdeel dom gedrag van fietsers kunnen corrigeren of kunnen voorkomen. Want dat lukt echt niet in deze. Voorzitter, ter interruptie. Ik vind het fijn dat de heer Leijers hier ergens hoop ziet om de VVD mee te krijgen in het onnodig opheffen van parkeerplaatsen. Maar u heeft niet goed geluisterd. Ik zeg net dat het ons juist zo meegevallen is. Dus het probleem waar we toen over hadden blijkt nauwelijks te bestaan. En voor zover het bestaat is het probleem wat zich overal in de binnenstad voordoet. En ja, ik denk dat als er echte knelpunten zijn of ongelukken gebeuren, de politie wel ingrijpt en het in de gaten houdt. En dat is wat ons betreft voldoende. Ik hoorde daar eigenlijk geen vraag in. Ik weet niet of meneer Leijers nog wil reageren. Niet. Mevrouw Redoutalsma. Dankzij deze petitie is het probleem weer eens eventjes besproken. En inderdaad, het plaats van een extra onderbord is hartstikke goed. En dat zal vast wel de mensen die geen toeristen zijn helpen. Maar het is natuurlijk inderdaad niet een oplossing zoals de PvdA zegt. Wij zijn er ook niet voor om dat nu meteen te gaan doen. Maar het is wel iets natuurlijk voor ooit misschien. Die toeristen, daar wordt eigenlijk niet in het antwoord over gesproken. En eigenlijk is dat de grootste groep die tegen de richting in fietst. Al die mensen met de MacBikes die heel vrolijk overal doorheen fietsen. Misschien is het dus wel nog een idee om als stadsdeel Nou, het liefste zouden we ze op een industrieterrein inderdaad eerst een brevet laten halen en dan pas de stad in laten fietsen. Maar ik weet niet of dat mogelijk is. Maar dan tenminste een A4 of een A5 flyertje met de vijf belangrijkste regels in het Amsterdamse fietsverkeer. Want mensen denken echt dat ze alles mogen. En volgens mij is dat, en als we dat gewoon
aan alle fietsverhuurders geven. En hier dat zij moeten zeggen van nou, lees dit voordat je op de fiets gaat. Dat zou ook nog iets kunnen helpen. En als allerlaatste, het staat ook in het antwoord dat de politie meer zal handhaven. Nou hopen wij wel dat ze dat niet zullen doen op dat kleine stukje vanaf het begin van de Rozengracht of de Raadhuisstraat richting de UvA, waar je echt van geen andere kant kunt komen. Want je kunt er ook niet, of je moet helemaal over de singel en dan weer rechts, een vierkantje om in de fietsparkeergarage te komen van de UvA. Dat hopen we dan maar. Maar verder kunnen we instemmen met het antwoord. Dank u wel. Kijk nog even naar D66. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dat alle kanten op fietsen, dat hebben wij ze natuurlijk zelf aangeleerd door zelf het goede voorbeeld te geven. Andere kant, de discussie over één of twee richtingsverkeer. Heel interessant, maar volgens mij ligt het niet voor. We steunen dan ook het beleid om niet meer objecten en borden in de openbare ruimte te plaatsen dan noodzakelijk, zoals het DB ook voorstelt. Of stelt in haar beantwoording. We delen ook de inschatting van het DB dat veel spookfietsers wel degelijk op de hoogte zijn van het eenrichtingsverkeer. Dat neemt niet weg natuurlijk dat het aan de overheid is om te zorgen dat regels worden nageleefd. En zeker als je die zelf stelt, die regels. Gelukkig krijgen we in dit geval hulp van de samenleving die de moeite neemt het spookfietsen bij de Spuistraat bij ons onder de aandacht te brengen. Dat hebben ze heel mooi gedaan, ook met een filmpje daarbij. Veel moeite ingestoken. Het voorstel van het DB om bij de politie aan te dringen op handhaving krijgt onze volle steun. Net als de onderborden, dat lijkt me een praktische oplossing. Wellicht. D66 wil tevens dat het stadsdeel een concreet initiatief neemt om de petitieschrijvers te betrekken bij het overleg met de politie, zodat deze ervaren dat er iets gebeurt met hun klacht. Ik verzoek het DB een toezegging te doen om iets dergelijks op te nemen in de reactie. Ik weet niet of dat kan, maar dat zou mooi zijn. Ook een mooi gebaar naar de indieners van de petitie wellicht. Dank u wel. Nou, in grote lijnen geloof ik dat er instemming is met deze conceptbeantwoording. Alleen zijn er wel nog wat vragen, opmerkingen en suggesties gedaan, ook voor toekomstige behandeling. Ik geef graag even het woord aan mevrouw Van Pinkster. Ja, ik zal het kort houden, want ik ben blij dat u het grotendeels toch ook wel eens bent met deze beantwoording. De PvdA zegt één kant het parkeren eruit. Volgens mij is er maar één kant parkeren. Zijn er toch twee? Kan je nagaan. Nou, ik fiets daar in elk geval zeker nooit tegen de richting in. Kijk, mevrouw Reutel-Talsma zegt natuurlijk terecht, de toeristen zijn het grootste probleem. Dat is ook waar, maar ik heb... Ja, ik vind de survival experience op een industrieterrein nog wel een aardige. Maar ik denk dat dat dan toch maar de markt moet zijn die dat op touw zet. En dan willen wij nog wel wat materialen aanleveren of zo. Maar het probleem is natuurlijk dat flyertje met belangrijkste regels, voor zover ik ben geïnformeerd, is in elk geval de grootste verhuurder. Degene die dat ook altijd doet. Desondanks zie ik zijn fietsers... toch ook gewoon allerlei rare dingen doen. Volgens mij is het probleem dat de meeste fietsers die toeristen zijn, van oorsprong in hun thuissituatie fietsen kennen als fun, wat je gewoon op de stoep kan doen. Dus daarom beginnen ze op de stoep. Want ook als we aan twee kanten fietspaden hebben, zien ze kans om aan de verkeerde kant te gaan rijden. Dus volgens mij is het, of we denken gewoon, jongens, het is je eigen risico en je moet zo'n survival ding doen. Of we verbieden überhaupt verhuur aan toeristen. Maar volgens mij, ik weet het niet. En van een situatie om bij de UvA-kelder te komen. Nou, ik kan u vertellen, toen ik bij de UvA studeerde, was die kelder er nog niet. Dus ik weet werkelijk niet waar u het over heeft. Sorry. Ja, nee, dat zegt meer over de tijd waarin ik studeerde dan... Goed. Maar dank voor uw steun. En ik zal het idee van D66... ik zal er eens even over hebben of we dat met enige kans van slagen ook kunnen doen.
Ja, kijk, we kunnen alles natuurlijk vragen, maar of het ook met enige kans van slagen is, dat... Nou, kijk, ik stel me zo voor dat als u iets gaat vragen aan de politie, ze zijn zelf natuurlijk al daar een keer geweest, maar ik heb toch de indruk, uit de stukken die u heeft samengesteld, dat u toch een wat meer reactie heeft gekregen dan dat ze dat zelf destijds hebben gehad. En de suggesties die door verschillende partijen zijn gedaan om toch nog eens met elkaar te praten over de herinrichting. Kunt u daar nog op reageren? Nou, daar wil ik op termijn best over praten. Maar voor dit moment verwijs ik naar het feit dat die straat er knap bij ligt. En dat wij met de huidige problemen voor onze kiezen daar werkelijk geen prioriteit aan kunnen geven. Meneer Lehees, voor een interruptie. Ik heb ook duidelijk gezegd op termijn, niet direct. En ik denk ook niet de mening serieus dat we de illusie moeten hebben dat we met allerlei maatregelen vreemd gedrag kunnen tegengaan altijd. Goed, dan wil ik graag concluderen dat zoals de beantwoording er nu ligt, de instemming van de commissie heeft. En dat u hem er zo uit kan doen